Het is vandaag de tweede Big Iron Man Day. Big Iron Man Day, Big Norseman Day, eigenlijk allemaal bijna hetzelfde. Enkel en alleen het uur gaat nu verschillen. Dus momenteel heeft Jeroen deze ochtend opgestaan rond 5 uur. Zij zijn stevige maaltijd al binnengewerkt. Nu, het starttijd van Norseman is om 5 uur. Dus het gaat nog een beetje moeilijk worden. Dus om dat eigenlijk te gaan simuleren. En dat gaan we ook niet doen. Zeker naar de vermoeidheid toe gaat dat eigenlijk ook niet de beste oplossing zijn. Vandaag is eigenlijk om 1 het uur al gewoon te worden. Dus we starten om 6:30. Maar ook om de voeding eens uit te testen. En eens om te zien hoe dat de conditie zit. Nu, dat is nu vandaag de tweede Ironman Day. Hij gaat er ongeveer nog eentje meer krijgen. Maar hij heeft de vorige week ook al eentje gehad. Dus volgende keer gaat het nog iets langer fietsen zijn. En gaat het wandelen en het zwemmen ook nog iets uitgebreider zijn. Dus we zijn vandaag gestart om 6:30 met de training. Dat betekent dat wij om 6 uur in Leuven hebben afgesproken. Hij is nu aan zijn tweede voor laatste tour bezig. Dus het gaat eigenlijk wel vrij goed. Ik heb er juist ook meegezwommen met Jeroen. Gezwommen, dus eigenlijk een uur op het gemakje gezwommen, rond de 50 minuutjes ongeveer. Nu gaan we straks direct op de fiets kruipen en gaat hij eigenlijk 6 uur fietsen, dus 6 uur aan één stuk. Dat is vrij extreem, maar het is eigenlijk op een rustig tempo. Dus het training gaan afgewerkt worden rond vetrempel, ook omdat in Norseman de twee eerste uren toch wel vrij pittig zijn, vrij stevig zijn, dus hij moet die intensiteit al in de benen hebben, vrij vroeg, hè, want hij gaat eigenlijk om 6 uur al op de fiets kruipen waarschijnlijk, rond 6:30, hoop ik dat hij zeker ten laatste op de fiets gaat kruipen. En dan gaat dat eigenlijk klimmen zijn en dan gaan we eigenlijk proberen na te bossen door 2 uur even op vetrempel in een heuvelend gebied gaan te fietsen. Daarna gaan we eigenlijk 2 uurtjes los gaan fietsen, 2 uur op het gemak, heel rustig. Maar voor de rest, ik denk wel dat we zeker op schema zitten. Ik heb een heel goed gevoel bij vandaag. We gaan gewoon moeten zien hoe de fiets er nog gaat. En hopelijk blijft het droog, want het is België, je weet maar nooit. Maar ik heb er echt wel een goed gevoel bij. Ik denk dat hij wel stiltjes aan echt klaar aan het geraken is voor zijn evenement. En ik hoop dat we die t-shirt echt gewoon pakken. En dat we van bovenop de dingen een feestje kunnen bouwen, à la Ricard, à la Jeroen. Maar nu is het gewoon één rechte lijn doorwerken.